Onderaan elke wand bevindt zich een mat waaraan met een bilémeet het klimtouw is vastgemaakt. Als je op een klimwand toestapt en de mat op de grond ligt, dan betekent dit dat iemand aan het klimmen is. Ga nooit op een mat staan die op de grond ligt, anders loop je het gevaar dat iemand neerdaalt en op jou terechtkomt. Staat de mat rechtop, dan betekent dit dat niemand op die wand aan het klimmen is en dat hij dus vrij is. Om je aan de klimwand vast te klippen gebruik je een systeem dat de bilémeet wordt genoemd. Aan je klimgordel zit een connector bevestigd, de gordelsleutel, waaraan het klimtouw vastzit. Schuif de connector van je klimgordel in de behuizing van de bilémeet en zorg ervoor dat het streepje op de connector overeenkomt met het streepje op de behuizing van de bilémeet. Duw de connector omhoog in de behuizing van de bilémeet en draai daarna naar rechts. De matsleutel komt automatisch los van de behuizing. Je bent nu 100% veilig en correct vastgeklipt aan het automatische zekeringssysteem, de TrueBlue. Oké, nu kan je dus gaan klimmen. Je hoeft echt niet overal tot bovenaan te klimmen. Ga gewoon zo hoog als je zelf wil. Oefen in het begin altijd eens op een wat lagere hoogte en probeer dan naar beneden te komen. Klim hiervoor tot op hoofdhoogte. Leun achterover in de klimgordel, strek je armen en laat dan de klimwand los. Het klimtouw en het automatische veiligheidssysteem laten je tot op de grond zakken. Hou je voeten voor je uitgestrekt en ga niet springen, maar gebruik je voeten om zelf voorzichtig langs de wand naar beneden te lopen. Als je weer op de grond staat, pak je de matsleutel die aan de veiligheidsmat vastzit. Duw deze in de behuizing van de bilémeet. Je hoort een klik. Duw omhoog en draai hierna naar links om de connector weer los te kunnen koppelen. Je kan nu een andere klimwand gaan proberen.